poop in the soup. Poop in the soup. Poop. Hallo Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Waarom en zou ik in bij de soep? Een nieuwe serie, gebaseerd op een game, gemaakt door een kijker. Waarom zou je Rick niet in de soep en de heilige slang. Dus poep in de soep. Poep in de soep. Poep in de soep. Zo. Oké, ik moet even eens een klein beetje uitleggen. Een tijdje geleden deed ik namelijk een andere game gemaakt door een kijker. Rick's Revolutie. En deze twee games lijken een beetje op elkaar. Ze zijn namelijk allebei gemaakt in RPG Maker. Dat is een programma waarin je RPG's maakt. Het leuke is, deze twee games zijn zo'n beetje tegelijkertijd gemaakt en bij mij ingeleverd. Rick en de Heilige Slang was al lang al bezig met gemaakt worden voordat de eerste Rick's Revolutie video online stond. Heel toevallig. Weet je, ik ken geen enkele andere YouTuber die kijkers hebben met zoveel vrije tijd dat ze games gaan maken. Ik heb er twee. En misschien zijn ze elkaars gemene tweelingbroers en zussen. Deze game is ook heel anders dan Rick's Revolutie. Rick's Revolutie was heel veel vechten. Ik heb deze game nu een half uur gespeeld en ben nog geen gevecht tegengekomen. Tekst praten met de mond staat ook centraal in deze game. Dus ga gezellig mee op dit leuke fanmade avontuur. Dat is weer eens wat anders dan Minecraft, hè? Let op, ik claim geen enkele muziek in dit spel. Ik ook niet! Toevallig! De muziek is copyright free, of geremixed, of versneld, of vertraagd. De enige remix uit het spel is van de YouTuber Glowstick DJ. Ik heb ook deze remix voor de zekerheid versneld. Bedankt voor de aandacht. Nou, fuck hem up! Ta-ta-da-da. Het is een doodnormale dag in Huizenbroers als Rick wakker wordt. Oké, ik word wakker. Tof. Heel veel puntjes. Ik zit toch niet in een spel dat gemaakt is door een kijker? Doe ik mijn eigen stem een beetje goed? Jawel, Rick, dat zit je wel. Oh, en ik zeg het maar alvast, je beweegt met de pijltjes toetsen. Ah, kutzooi. Dat is ook echt, je beweegt met de pijltjes toetsen. Ah man, ik wil me niet bewegen. Dit zijn mijn games. Ik heb spellen van Miel Monteur tot Pajama Sam. Ik heb een hele goede smaak voor games. Het leuke vooral aan deze game is, hij heeft alles, echt alles heeft chat. En zoals iedere cast heeft een apart verhaal. Mijn volledige Engelse Harry Potter boekencollectie. Ik heb er nog nooit in gelezen. Dat is grappig, want ik heb er nog steeds niet in gelezen. Ik heb een jaar geleden voor €70 alle Harry Potter boeken in het Engels gekocht. En ja, ik heb er nog geen enkel gelezen. Wat valt er over mijn bed te zeggen? Dit bed heb ik gekocht met al mijn YouTube monies. Het is een kutbed. Oh, het is zo waar. Tafelchat? Drank! Yes! Oké, ik ben een alcoholist. Fijn. Borden en nog meer borden. Waarom heb ik zoveel borden? Dit is een coole koelkast. Hier zit alles in wat mijn vriendin nodig heeft om mijn eten te maken. Ik zou hier mijn sexy jongenshandjes wel in kunnen wassen. Maar ik maak ze toch nooit vuil aan het fornuis. Oké. Hier maakt mijn vriendin altijd een broodje voor me. Ze wilde wel dat ik mijn kop hou over scheikunde. Erg realistisch. Alsof ik... Ja, oké. Bla, bla, bla. Oké, we gaan naar buiten. Wacht even, Rick. Wat? Wie praat er steeds tegen me? Dat ben ik. De grote, geweldige stem die in je hoofd zit. Ik ga maar eens. Nee, dat kan niet. Het is de eerste tijd voor een kleine tutorial. Kan ik hem niet skippen met een grote knop of zo? Wat denk je dat het is? Een videogame? Ja. Maakt niet uit, we gaan nu een tutorial doen. Wat trouwens heel grappig is, is zowel de maker van de ene game als de andere game hebben als foto voor mij deze foto gekozen. Ze hebben allebei dezelfde foto als mijn profielfoto gekozen. Dit is namelijk een van de enige foto's die heel scherp is. Deze was gemaakt voor Banjotown Thumbnail. Nee, dat wil ik niet. Je gaat het toch doen. Oké. Tutorial tijd. Eerst ga ik je leren hoe je het menu opent. Het werkt hetzelfde als de andere game, dus het is lekker makkelijk. Ga nou niet Ratatouille nadoen, game. Daar heb ik het wel mee gehad. Oké, sorry hoor. Druk op de X-knop om het menu te openen. Je kan met de pijltjes toetsen door het menu bewegen. Klik op de Z-knop om dingen te selecteren. Je kan dingen annuleren door op de X-knop te drukken. In het menu staat ook een save-optie. Zorg dat je regelmatig saved. Dit wist je al, maar je loopt met de pijltjes toetsen en je rent met shift. Snap je hoe de knoppen werken? Ja. Mooi. Dan kun je verder met het spel. Zodra het is wat je niet snapt, kom ik weer met een tutorial. Hoe weet jij wanneer ik het niet snap? Wow, diepe shit. In ieder geval, de game bestuurt hetzelfde. Ik moet even kijken wanneer ik de download vrij ga geven. Of ik dat weer aan het einde doe of ergens al verwegen.
Dit dorp is lekker rustig. Het is zo rustig dat ik zonder zorgen naar mijn favoriete raceshow kijken. Het is Lego Gazer. Dat is grappig, want ik heb een video op mijn kanaal die heet Lego Gazer. Het is gewoon een feitje over Serpent Gameplay. Mijn man is echt een hele grote fan van een of ander YouTube kanaal. Hij zegt dat hij in dit dorp woont. Ik zelf vind zijn video's kinderachtig. Jouw gezicht is kinderachtig! Wat? Niks hoor. Hoi Rick, ik vond je video van gisteren erg leuk. Ik ben zo blij om bij je in de buurt te wonen. Dankjewel, kijker meneer. Kan ik ook nog iets zeggen over deze bedden? Wat een sexy roze bed. Echt, alles heeft tekst. Ik vind het zo tof. Sexy! Iemand heeft echt veel tijd. Wat is er zo bijzonder aan een gootsteen? Wat heb jij met fucking keukenspullen? Ik ga er niet eens over zeggen. Echt alles in de game heeft tekst op een hoog geniaal niveau. Is dit een kerk? We gaan hierheen. Toen ik een keer dronken was, ben ik hier een keer naakt rondgelopen. Sindsdien ben ik hier niet meer welkom. Erg realistisch. Het zou ook best wel gebeurd kunnen zijn, zeg maar. Ik ben laat voor mijn waterpolo les. Oké, hele droge dialoog. Ik ben laat voor waterpolo. Hallo, kleine zombieknul. De zombie kijkt je aan alsof hij je brein wil opeten. Misschien dat ik maar wat planten mee moet nemen. Plants vs. Zombies grapje. Hey, hoi zombie. Brein. Hoi Rick, hoe is het? Goed hoor. Ik heb pas geleden de supercoole DLC van Miel Monteur gedownload. Mijn huis uit nu. Oké dan. Wat valt over deze spullen te zeggen? Deze borden van de zombies zijn heel eng. Net zoals dat ik nu Snapchat heb. Volg me op Snapchat. Ik ga je niet eens iets over zeggen. Oké dan. Ik ga even gauw in de zombiekelder. Daar is vast wat leuks te doen. Hier ligt de hele Twilight-serie. Dat is fucking gay. Ik heb niks tegen gay zijn, maar deze boekenserie is het. Echt, ik zou het kunnen zeggen. Deze boekenkast bevat allemaal Playboy-tijdschriften. Het is een pak van mijn hart dat ze de fucking girls hier niet hebben liggen. Oh, blood the girls, ja. Ik heb ook echt de neiging om naar alles toe te lopen, want overal zit tekst bij. Ah, hier liggen allemaal groepsfoto's die ik een keer voor deze zombie-familie heb genomen. Wat een sexy roze bed. Sexy! Ik heb zo'n gevoel dat deze kelder vol zit met kleine kinderen. Ja, waarom ga je er dan niet in? Hè? Wat is er mis met jou, Rick? Goorlap. Ik moet wel een beetje door, want anders zullen we nooit weten wat de storyline van de game is, zeg maar. Waaah! Mijn vrouw is net gebeten door een roze schaap. Ik hoop dat de eigenaar dat beest onder controle houdt. Jolo Waterschaap heeft nog nooit iemand gebeten, behalve die pedofiel van vorige week. Is deze vrouw dan ook een pedofiel? Dit is geen sexy bed. Oh, de droogheid is zo droog. Maar kun je hier niet in? Nee, hartstikke mooi. Is dat mijn huis? Ja, dan is hier nog even eens een heel mooi schaapje. Hier staat, hier woont Jolo Waterschaap. Jolo Waterschaap is namelijk de companion van deze game, grotendeels. Wat is hier boven eigenlijk te doen? Ik ga daar niet heen. Ik heb wel iets anders te doen met mijn kutleven. Zoals Minecraft spelen voor YouTube. Precies. Oké, dan. Dan moeten we even hierin lopen, denk ik. Wat is dit nou? Dun, 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 dun. Oh nee, de koning. Het is een koning, geloof ik. Wie is die jongen die zich Rick van Serpent Gameplay noemt? Die gast ziet er gemeen uit. Gelukkig zullen de dorpelingen me niet snel verlinken. Het is die jongen met het rode shirt en de krullen. Fuck jou, wie dat ook zei. Kom hier, jongen. Ik dacht dat de koning was. Ik heb het een paar minuten gespeeld. Als dit gaat over die 19 dode baby's in mijn achterbak, dan ben ik onschuldig. Dit gaat niet over baby's, Rick. Trouwens, als het om 19 baby's zou gaan, dan zouden we het wel kut vinden. Maar er zou er nog wel één bij kunnen. Maar dat gaat het niet om. Ik zal me voorstellen. Mijn naam is Herbert, koning van Serpentia. Ik ben hier omdat mijn volk jouw hulp nodig heeft. Waarom heb je mij nodig? Dat weet ik ook niet. Maar onze bronnen hadden gezegd dat jij ons zou helpen. Ik leg je meer uit als we op weg naar Serpentia zijn. Nou, misschien wil ik wel mee. We weten waar je vriendin woont. Werk je niet mee? Zouden we haar een onplezierig bezoekje kunnen brengen? Nou, boeien. We kunnen ook je PS4 kapot maken. Nee, niet mijn PS4! Ik doe alles wat je vraagt. Mooi, stap nu op onze boot. Dan maken we onze terugreis naar Serpentia. Ik ga nergens heen zonder Jolo Waterschaap. Komt in orde. Wachters, haal dat schaap. Als je klaar bent om te vertrekken, kan je naar het schip komen. Cool. Oké dan. Zijn er nog meer leuke dingen te doen? Praten met deze mensen. Wauw, jij bent fucked. Dankjewel, man. Ik hoop maar dat Jolo Waterschaap niet snel zeeziek wordt. Nu heb ik alles gezien. Oké dan. Succes, Rick. Als je doodgaat, mag ik dan je PS4 hebben? Ja, jij wel. Dit is iets anders dan normaal. Ik hoop maar dat die koning geen pedofiel blijkt te zijn. Hé, mijn schaap is al op de boot. Dat ging snel. Ik hoop ook persoonlijk eigenlijk wel een klein beetje dat de koning geen pedofiel is. Maar kan hier ook niks aan doen. Hoi iedereen. De koning wil je spreken. Hallo, Jolo Waterschaap. Hoe gaat het?
Goed dat je er bent, Rick. Ben je klaar om te gaan? Ik moet even een boertje. Ben ik ook klaar voor. Dan gaan we beginnen aan onze lange reis. Weet je wat nog meer lang is? Mijn penis. Het is waar. Ik ga het niet ontkennen hier voor al die kijkers. Ik ben de koning van de wereld. Titanic referentie. En ik zei dat het leuk was. Nou en of. Het voelde alsof ik een meeuw was. Goed, nu we de leukigheid hebben gehad, kunnen we ter zake komen. Ja, vertel eens, wat de fuck ik hier doe? Je moet begrijpen, Rick, dat deze informatie topgeheim is. In Serpentia is pas geleden onze heilige slang gestolen. We geloven dat deze slang ons beschermt tegen al het kwaad in de wereld. Zonder deze slang voelen we ons niet veilig. Het is aan jou om ons te helpen met de zoektocht naar de slang. Oké, koning Herbert, ik zal doen wat ik kan. Er is wel een klein dingetje. Om zeker te weten dat je deze taak aan kan, moeten we je testen. We zijn nu op weg naar een eiland waar onze ridders en wachters ook altijd trainen. Hier zou je 3 beproevingen moeten doorstaan. Als het maar geen Minecraft jumpmap is of een doolhof, dan ben ik helemaal blij. Goed, achter mij vind je de weg naar het ruim waar je slaapkamer is. Ga er maar heen om wat te rusten voor je beproevingen. En misschien vind je zelfs wel een paar handige spullen als je met de bemanning praat. Bedankt voor de tip, koning Herbert. Kom, Jolo Waterschaap, we gaan eens dit schip onderzoeken. Bäh. Het is zo tof dat kijkers deze moeite doen. Ik doe niet eens moeite. Voor niks. Jolo Waterschaap, ga met je mee. Ja, formatie, bla bla bla. Ja, oké, nou even praten met iedereen. Ga naar het ruim, er ligt daar vast wat interessants. Ik wilde ook dat koning van de wereld doen. Maar ik mag me niet voor schut zetten bij de koning. Ik moet zorgen dat ik niet van het schip afval. Met dit harnas zink ik zo naar de bodem. Helemaal waar, prachtig schip ook. Hé, hey, man. Ik zat pas een video over eiwitshakes te kijken. Heel interessant hoor. Je hebt een eiwitshake. Dit soort items zijn overal te vinden. Je hoeft alleen maar goed te zoeken. Eiwitshake. Geen idee wat dit is, maar ik kan er maar beter niet aan zitten. Ik zou eraan kunnen zitten, maar kijk er. Ik zou het ook niet kunnen doen. Ik hoef gewoon niet eens mijn commentaar meer te doen. Dat wordt helemaal voor me gefixt. Mannen. We hebben bij ons spel een afspraak dat als je verliest, je niet alleen geld aan ons, maar ook een ander moet betalen. Oké. We hebben bij ons spel een afspraak dat als je bla bla bla. Oké, dan toppie. We hebben een afspraak. Ja, oké, toppie. Gewoon een doodnormale houten ton. Niets bijzonders. Gewoon een doodnormale houten ton. Niets bijzonders. Hier ligt wat geld. Zal ik het kwak? Doe maar. Je hebt 100 YouTube money. Super grappig. Allebei de games hebben afzonderlijk van elkaar besloten de munteenheid YouTube money te gebruiken. Het is ook wel logisch. Ik heb het graag van YouTube money. Dit bed ziet eruit alsof er een slet een sandwichbed op heeft gedaan. Zo. Dit bed ziet eruit alsof een slet er een sandwich... Dit is maar mijn bed. Ziet er anders uit. Ik had nooit gedacht een kutter bed te zien dan mijn eigen bed. Ik ben alleen nog niet moe. Ik kan nog net zo goed even rondkijken. Nee, ik ga nou even rond. Hoe sexy je bed ook is, ik ga nog even rondlopen. Staat er op dit papiertje. Er staat bedden 5 tot en met 8. Dit bed ziet eruit alsof er een slet een sandwich pret, bla bla bla. Oké, alweer. Oké, toppie. Deze tonnetjes misschien nog. Ik vraag me af wat er in die kruik zit. Ik vraag me af wat er in die motherfucking kruik zit. Wat zit er in die kruik dan? Oké, daar gebeurt in ieder geval niet zoveel. Ik denk dat ik dan toch ga slapen, jongens. Misschien kan ik mee naar dit gekke spelletje, maar... Oké, ik ga weer naar bedje toe. Nou, ik ga even gauw saven, want misschien gaat alles weer mis en zo. Even niet. Ik ga even eens gaan opslaan. Save. Boom. Jolo Waterschaap, zijn taak is ook echt schaap. Ik ben YouTuber en Jolo Waterschaap is schaap. Oké, we gaan slapen. Lekker tukkie doen. Lekker tukkie doen. Bäh. Huh? Was dat Jolo Waterschaap? Bäh. Ja, dat was hem zeker. Geen zorgen, Jolo Waterschaap. Ik zal je redden. Jolo Waterschaap. Jolo wa? What the fuck? Als ik nu sterf, zullen de kleine kinderen in mijn kelder sterven. Niemand weet waar ze zijn, dus dat is heel zielig. Is het voorbij? Wat was dat? Wat? Draai je om. Er staat een of andere gemene man achter me, hè? Tum, tum, tum. Sterf. Wauw. Wat? Sterf een pijnlijke dood. Wat je nu moet doen, en dat weet ik toevallig, je moet... Ja, wat je dus moet doen, oorspronkelijk, is wegrennen voor die man. En dan heb ik de game zojuist laten crashen. Als hij je aantikt ben je dood. Alleen tegelijkertijd zat ik in een chat momentje. Dus nu is de game vastgelopen. Woehoe! Dan start ik hem gewoon weer opnieuw op. Hé, hey, wat goed dat je net hebt opgeslagen, Rick. Ja, hè? Dames heel goed voor mij. Boom. Oké, dan. Oh ja, moeten we even het bedje induiken.
Ik vind het best wel slim van mezelf dat ik even heb opgeslagen, want ik wist niet dat het ging gebeuren hoor, maar... ik weet wel dat die man je doodmaakt. En ja, het is ook zo lullig als we in één keer de hele game opnieuw moeten doen. En dan was de video best wel verneukt. Dus het is best wel fijn dat ik nog een beetje vooruit had gespeeld. Voor de rest gaan we de game gewoon lekker blind in. Maar ik dacht, ik speel in ieder geval het begin eventjes, dan weet ik een beetje hoe het werkt. Dat is wel fijn. Dus ja, dat. Is het voorbij? Bla bla bla. Boze man, draai je om. Bla bla bla. Draai een keer in het rond. Stam met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht. Ga nu zitten met een zucht. Dat nu rond. Als een man, zo werkt de kabouterdans. Ah, kut. Nu heb ik je. Alsjeblieft, als je me nou gaat vernederen, doe het dan zacht. Waar? Niks. Ik zal ervan genieten jou te doden. Sprak jij nou net een normale zin? Ik bedoel, sterf! Ik moet iets doen, maar wat? Help? Laten we dit normaal uitpraten. Expecta Patronum, ga Piemel naak. Expecta Patronum is altijd een goed idee, alleen hij is geen dementor hoor. Ga Piemel naak, dat is natuurlijk de Mew uit de Pokémon Leaf Green Randomizer serie. Help? Help is altijd goed. Iemand, help me! Niemand kan je helpen. Oh nee? Wie praat tegen mij? Is dat Isaac? Geen zorgen, Rick. Als er iemand is die je kan helpen tegen demonen, dan ben ik het. Jij denkt mij te verslaan? Mijn tranen geven mij kracht. Ik heb vele monsters verslagen. En heb in de baarmoeder mijn eigen moeder gedood. Ja, ik denk dat ik je kan verslaan. Jij wordt gestraft. Was dat het? Wat? Nu ik? Chugga chugga pakka pakka wauw wauw. Spaghetti. Spaghetti, ik hou gewoon erg van spaghetti. Ah. Dat was pure overkill. Ach ja, je leert wel eens wat. Waar ga je heen? Je moet me nog vertellen wat er aan de hand is. Later, zorg dan maar dat je veilig in Serpentia komt. What the fuck? In welke stront heb je jezelf nou weer gebracht? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Lekker verder slapen. The fuck? Ik ben uit bed gevallen. Had ik alles gedroomd? Nou, de gaten in de boot zijn wel weg. Rick, we zijn er. Kom snel naar boven. Dat is wel heel snel. Nou, dit gaat tenminste sneller dan de laatste schermen van Far Cry 4. Zeker waar. Kutserie. Kut alles. De kut. Oeh, mensen. Wij mogen nog niet aan dek komen. Ik snak naar een eiwitshake. Ik heb er een. Mijn maat naast me is niet zo spraakzaam. Zegt hij ook niks. Wat denk je? Dat iedereen wat te zeggen heeft? Als ik niet snel aan land kom en wat lekker te eten krijg, eet ik je schaap op. Wow. Verkloot je training niet. Ik moet de Serpentia zo snel mogelijk naar de verjaardag van mijn zoon. Land! Mand! Zou het een mandreferentie zijn? Ik hoop het stiekem wel. Ah, Rick. Kom en aanschouw trainingseiland. Wauw. Het is erg trainings. We worden wel groot ontvangen. Oké, mannen. Let op. Daar is de koning. En Rick van Serpent Gameplay. Hoofdstuk 1. Een zware proef. Heer, het is een eer u hier te hebben. Sir Awful. Goed je weer te zien, oude vriend. De jonge Rick van Serpent Gameplay is hier. Hallo, man meneer. Heer, is dat de redder van de slang? Hij ziet er nogal zwak en zielig uit. Bitch. We zullen zien waar zijn kwaliteiten liggen. Rick, ik en Sir Awful moeten nog iets bespreken. Terwijl wij bezig zijn, kun jij het dorp verkennen. Je kunt ons vinden in het kasteel dat aan het dorp ligt. Kom, heer. Hij is wel netjes. Net Sir Awful. Kom, heer. Oké, dan. Dan gaan we lekker het dorpje verkennen. Jolo, waterschaap gaat met je mee. Sorry Rick, ik kan nu even niet het ruim in. Of jij, ik kan nu... Oké, ook goed. Het is een eer om hier te zijn. Hier trainen alle ridders en wachters die ons altijd beschermen. Ik vind het nummer op de achtergrond trouwens super chill. Ik ga het ietsje harder zetten. Het is echt gewoon relaxed. Gewoon helemaal relaxed eigenlijk. Hé mannen. Trainingseiland heeft een dorp met een geweldig café. De meiden die daar dansen zijn geweldig. Succes bij de proeven Rick. We gaan naar het café en het is super gay. Gadver, wat stinkt die vis? Net zoals mijn penis. Sowieso. Ik wil nu een big tasty met bacon zonder tomaat. Ik kan eindelijk weer wat anders doen dan scheepsvoer eten. Gefeliciteerd, broeder. Aan de poeder. Zijn hier nog mensen aan het chillen? Oh mijn god, een rennende man. Hou hem tegen. Ah, ik ben niet aan land gewend. Apart. Wat een gezelligheid. Hier nog meer dozen met piemelvis. Ja, net als mijn penis. Ik hoop het wel. Dan gaan we even lekker het sappige dorpje in, of niet dan? Ik zal even gaan opslaan. Ik weet nu al veel minder goed wat er allemaal gaat gebeuren. En doodgaan staat niet echt op mijn bucketlist. Hier staat koeien bij. Oh, wat leuk. Oh, wat goed. Koeien. Waf, waf.
Het lijkt erop dat de hond YOLO waterschapen groet. Oké dan. Ook ridders moeten afwassen. Afwas, dat doet mijn vriendin altijd. Een emmer waar de afwas in heeft gezeten. Alle bacteriën zwemmen daar nu lekker in alle viezigheid rond. Je zou verwachten dat ze met hun heilige slang een kraan konden uitvinden. Nee. Oeh, een kistje. Een swag bril. Oké, die moet ik even aandoen natuurlijk. Toch? Er is vast ergens... Huh? Waarom is alles onzichtbaar? Heb ik hem aangedaan? Voor mijn gevoel heb ik hem aangedaan. Is er iets verkeerd gegaan, jongens? Of heb ik... Oh, je items swag bril. Oké. Waarom dit bestaat? Just deal with it. Hoe doe ik hem op? Waarschijnlijk is hier nog niks te zien, omdat er gewoon nog niks is dat ik aan kan doen. Dus misschien is de swag bril voor iemand anders. Ik weet niet, misschien is die voor YOLO waterschap. I don't know. De gamemaker komt vast bezorgd naar me toe na één aflevering. Van Rick, je verpest alles. Dus dat komt wel goed. Een heleboel wapens. Ze zijn perfect om lekker in je anus te stoppen. Tuurlijk joh, tuurlijk. Ik kan, ja, in principe. Oh shit, sorry. Ik zal wel de video beëindigen. Het duurt al 21 minuten. Ongelooflijk. Je hebt 10 YouTube money. Is dat veel? Voor mijn gevoel namelijk niet. Miauw. De kat lijkt niet blij te zijn met een ander dier op zijn zolder. En ik dacht dat je brood maakte van wheat en niet van graan. Oh, dat is flauw. Lieve kijkers. Dankjewel voor het kijken van de eerste aflevering van Rick en de Heilige Slang. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en heel benieuwd zijn welke kant de game op gaat. Want ik heb ook weinig idees. Nou ja, even kijken. Doe een duimpje omhoog bij de 30.000 likes. Morgen een nieuwe aflevering. En anders volgende maand misschien een keertje. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Het dieke, het vette, het doei. Oh, wacht. Ik heb trouwens nog zo'n eindscherm voor mij. Zo'n leuke. Heb ik die? Oh ja, ik heb die van The Sims. Dat ik zo heel diep zo... Doe even een duimpje omhoog. Motherfucker! Dankjewel voor het kijken. Het doei.